Teun, dankjewel voor de uitnodiging. Superleuk. Wij staan hier in een hele prachtige winkel. Hè? En wij hadden in het voorgesprek hadden het over, wij komen bij Teun de theemaker. Dus ik had daar een heel beeld bij met blaadjes en dat soort zaken. Ja. Maar jij maakt iets heel moois met thee, van thee. Kun jij eens precies uitleggen wat jouw vak inhoudt en hoe je daarbij bent gekomen? Ja, bedankt voor het komen. Ik ben Teun Thee en wat ik doe is ik kristalliseer thee. Dat houdt eigenlijk in dat wij verse thee inkopen, vers fruit, verse kruiden. En die kristalliseren wij met behulp van lokale honing. Dat zorgt eigenlijk voor een paar dingen. Eén, dat je een unieke theepresentatie hebt. In plaats van het theezakje of de losse thee heb je echt een theekristalletje. Deze kristallisatie zorgt er ook voor dat de thee verser is op het moment van zetten. Lekkerder. En we kiezen bewust voor lokale honing om de bijenteelt in Nederland te stimuleren. Voor iedere portie thee die je van ons zet, help je mee aan het bestuiven van 36.000 bloemen in Nederland. Oké, okay, nou, ja. dat is een hele mond vol. Dat ziet er heel leuk uit. Hoe ben je hierbij gekomen? Hè? Ik vraag me af of er een theeschool is, maar kun je eens vertellen over jouw achtergrond en hoe je daarbij bent gekomen? Een theeschool is er niet echt in Nederland. Hoe ik erop gekomen ben? Ik heb biologie gestudeerd en ik ben bedrijfskunde aan het studeren. Maar wat ik ook doe is al bijna 10 jaar in de horeca werken. Ik heb echt een passie voor de horeca. Maar één ding wat ik nooit begreep, waren eigenlijk mensen die thee bestelden op het terras. Vooral als het gewoon een theezakje was. Dan dacht ik van wie in zijn juiste hoofd betaalt er €2,50 voor gewoon een zakje thee dat je thuis ook kan drinken. Dus ik ben eigenlijk vanuit die frustratie gaan kijken hoe kan je thee leuker maken, lekkerder en bijzonderder maken. Voor de horeca in eerste instantie. Ja, biologie, daar kan ik me dan iets bij voorstellen. Hè? Plus bedrijfskunde, iets mooiers, iets leukers om te doen. Theekristalletje, ik heb geen idee hoe dat eruit ziet. Maar dat kun jij ons vast in meenemen. Jazeker, ik ga jullie laten zien hoe je een theekristal maakt. En hoe mijn werkdag er een beetje uitziet. Okay. We staan inmiddels in de keuken, achter de kokerij. Het ruikt heerlijk, hè? Ik ruik verse thee, ja. Denk ik dan. Kun jij eens vertellen hoe je van dit theekristallen gaat maken? Ja, nou, het is eigenlijk vrij simpel. We zijn het enige bedrijf in de wereld die het op deze manier doet. Maar ja, alsnog is het vrij simpel. Wat we nodig hebben is een verse thee. Ik heb de Flower Power gekozen. Dat is een hele leuke thee. Het is een groene thee met gember, kurkuma en goji bessen. Enorm goed voor je immuunsysteem. Alleen een beetje bitter. Daar heb ik appel en granaatappel aan toegevoegd. Okay. Eigenlijk mijn best verkopende thee. En dan hebben we nog lokale honing nodig. Ja. Deze... Dat is die honing zeg maar die jij lokaal haalt waar je ook met die bijen steunt. Precies, ja, deze komt uit Aleriksel, zo uit mijn hoofd. Dus echt veel lokale gaat het niet worden. Ja. De honing die verwarmen wij op. Dus dat gaat in het pannetje. En heb je daar nou nog veel aan moeten experimenteren? Hè? Want je hebt deze thee dus zelf samengesteld. Ik heb even op internet gelezen dat je dan een theesommelier heet. Heb je daar echt met smaak en zo kun je daar echt mee experimenteren? En heb je naast de Flower Power andere smaken? Toen we net begonnen waren, hebben we eigenlijk gewoon gekeken naar goedlopende smaken bij andere theemensen. Want ik heb me destijds georiënteerd en met een theesommelier gesproken en die zei, Teun... Het is om een goede thee te maken is lastiger dan om een goede wijn te maken. Okay. Nou, dat geloofde ik. Dus ik ben in eerste instantie heel laf begonnen met naapen. Maar nadat ik al 3 jaar in het vak zit, merk ik wel dat het een stuk makkelijker wordt om zelf thees samen te stellen. De Flower Power hebben we ook echt zelf samengesteld. Hetzelfde geldt voor Bonnie Meur, de Kist van Maroos en een paar van onze smaken. En die, dat is echt gewoon een kwestie van uitproberen. Ja. En ook hè, met je klanten, met je afnemers zeggen van, nou, bevalt die, is die lekker? Er zijn ook mensen die zeggen, dan, luister, Teun, kun je voor mij iets maken en ik wil iets meer bloemerig, ik wil iets meer zoeterig, ik wil iets meer kruiderig, etcetera? Ja, wat we bijvoorbeeld doen, wat een leuke samenwerking is met Sandro's op het station. Ja. Die doen ontbijtjes. En soms hebben ze een moederdagontbijt en dan willen ze net iets fleurigers. Ze gaan kijken naar een bestaande blend die ik heb en hoe ik die kan oppimpen. Dus voor moederdag hadden we bijvoorbeeld een zwarte Ceylon thee met een pepertje om er pit aan toe te voegen. Maar dat was net niet leuk genoeg, dus hebben we ook nog rozenblaadjes toegevoegd. Ja, oké. Okay. Heel even roeren. Nou.
En dan de thermometer erin. Ja. Want je meet echt, hè, dit is echt het geheim van, het, van de smid, zeg maar. Hè, dat hoe jij de samenstelling doet en de temperatuur en de duur en zo. Dat is jullie geheim, onder andere dat van is de smid. Echt, ja, heel veel passen en meten geweest. Het heeft ook echt een heel jaar geduurd alvorens het eerste kristal succesvol was. Heel veel vallen en opstaan. En nou, voor iedere blend die ik heb, is het proces ook weer net iets anders qua verhoudingen, qua wachten, qua ophitten. Dus ja, het is wel echt een vak wat dat betreft. Ja, ja. Oké. Okay. Die staat lekker op te warmen. Wat ga je hierna want dat is zeg maar warme honing met water, voegde je daar aan? Ja, de honing wordt opgewarmd. Die komt op x temperatuur terecht. Op het moment dat hij die temperatuur heeft bereikt, pak ik hier mijn verse thee. Die gooi ik bij de pan, dan gaan we mengen. Hier heb ik een warmhoutkast die ik gebruik om dingen af te koelen. Op het moment dat het uit de pan komt, is het meer dan 100 graden. Wil je niet met je handen aanraken. Dus ik zet hem heel even 10 minuutjes in het kastje neer en vervolgens gaan we ballen draaien. Ja, oké. Okay. Spannend. Ja. Met de warmhoutkast om zeg maar een beetje een acceptabele temperatuur voor je handen te creëren. Kwestie nu van? Van draaien. Ja, blijven draaien eigenlijk. Ja. Wat we hier hebben is het halffabrikaat. Het is de thee zoals hij hoort te smaken. Zoals hij zich hoort te gedragen in het glas dadelijk. Alleen de porties zijn nog niet bepaald. Dus het is nou balletjes draaien. In het begin deed ik één balletje. Deed ik 60 ballen per uur. Het duurt nu inmiddels 250. En als ik een beetje mijn best doe, dan kan ik ook 2 ballen tegelijkertijd draaien. Ja. Het klinkt heel kinderachtig, maar ik ben er wel trots op. Ja, maar goed, ik neem aan dat je er inmiddels genoeg gedraaid hebt om de kunst onder de knie te krijgen. Zeker weten. Ja. En dit gaat dadelijk afkoelen tot een gestolde honing of een theekristal. Ja, dit wordt uiteindelijk een theekristalletje. Hij gaat er niet veel anders uitzien dan dit. Nee? Hij wordt nog één keer tot onder het vriespunt verkoeld, waardoor hij langer stevig blijft. En daarna wordt hij nog ingepakt door mij. En dan zijn ze hier af te halen in de winkel. Ja, en als je die dan thuis hebt, gooi je dit dan in een kopje thee? Of hoe wordt dit nou dat heerlijke kopje geurende thee? Ja, dat is best een goede vraag. Iedereen doet het natuurlijk anders. Maar wat ik aanraad is, voor 1 bolletje thee kan je ongeveer 0,5 liter thee zetten. Je kan het zelf in een zakje doen, als je niet van afwas houdt. Maar ik doe het zelf altijd in een roestvrij stalen theezeefje. Ik laat het even trekken. Iedere thee heeft ook weer een ander zetadvies, staat achter op de verpakking. Een groene thee laat je meestal 3 tot 4 minuten trekken. Een zwarte thee 5. En mijn rooibos thee maakt op zich niet zo gek veel uit hoe lang je hem laat trekken. Ja. Oké. Okay. Nou, super interessant om te zien. Hè? Ik heb veel thee gezien, niet geproefd. Ik ben geen theeliefhebber. Veel thee gezien en gezet. Echt een uniek product uiteindelijk in de wereld. Ja, zeker weten. We zijn, ik blijf het af en toe gewoon nog een keer opzoeken. We zijn echt de enige in de wereld die het op deze manier doet. Het is mega lekker. Blinde smaaktesten komen wij meestal gewoon echt bovenaan uit. Het is gezond, het is vers, het is lokaal. Het is een product waar ik heel erg trots op ben. Je zegt, hij is blind getest, de thee. Hè? Heb je meegedaan met testsessies? Of valt zo'n uniek product dan ook in de prijzen in Nederland? Hè? Wordt het al opgepikt? We testen regelmatig ook via onafhankelijke instanties. Daar komen we eigenlijk altijd wel in de top 5 uit. Maar we hebben ook echt prijzen gewonnen. 2 jaar geleden hebben we meegedaan met het Startup Festival in Tilburg. Ja. Daar hebben wij de publieksprijs gewonnen. Maar hebben we ook nog eens de prijs gewonnen voor het beste idee. Dus iets om trots op te zijn. Ik heb ze op mijn kamer hangen, de checks. Ja. Niet ingecashed trouwens. Ja. Oké, okay. Nou, dat is in ieder geval wel alvast een eervolle vermelding en een stukje eer van je werk. Ja, zeker weten. Ja, het is mooi om erkenning te krijgen, maar het is ook mooi dat je zelf iets verzint. Ja. En dat het lijkt te kloppen. En dat is misschien nog wel het allerleukste. Ja.